Voorzitter, mijn partij juicht de keuze van de minister-president om te stoppen van harte toe. Hij heeft zich keihard ingezet, voorzitter, maar de samenleving ook verdeeld. En daarmee kunnen heersen, en dat al 13 jaar. Ik wens hem heel veel succes toe in de vrije tijd. Hij zal nog veel kunnen fietsen, appels eten, in de Saab 9-3 sport kunnen rijden. En ik ben benieuwd hoe hij zijn tijd gaat doorbrengen. Ik wil ook de heer Heerma bedanken. Sluit me aan bij de collega's. Een man die altijd op de inhoud politiek bedreef. En ook een man met de nodige inhoud. Voorzitter, het kabinet is gevallen en Rutte stopt. Het is een merkwaardige dag en een heleboel collega's zijn overvallen. De minister-president heeft in de afgelopen jaren voor een deel van de Nederlanders goed gezorgd, maar andere grote groepen in de steek gelaten. En voorzitter, ik wil het ook hebben over de aanleiding van de val. En Machiavelli die zei het zo mooi, politiek is doen geloven. En de VVD wil ons doen geloven dat de oorzaak van alle problemen in Nederland veroorzaakt worden door vluchtelingen en asielzoekers. En dat we dat niet eerder gezien hebben met z'n allen. Dat al die problemen opgelost kunnen worden als we kinderen niet toelaten als hun ouders gevlucht zijn voor oorlog en geweld. En voorzitter, we kennen dat patroon. Als er verkiezingen in zicht zijn, als de koek verdeeld moet worden, dan gaan cynische rechtse politici altijd meppen naar minderheden, moslims en de minder bedeelden. En het is gewoon racistische zondeboekpolitiek. Of in het geval van de VVD, de xenofobe bliksemafleider. Ik vind het schaamteloos. De pijlen worden gericht op de meest kwetsbare, de kinderen. En het is opzichtig, en iedereen hier heeft het door, collega Ouwehand die zei het al. Het is opzichtig hoe de VVD hiermee de aandacht probeert af te leiden van het eigen falen. Want onder leiding van de VVD zijn honderdduizenden sociale huurwoningen verkocht aan buitenlandse sprinkhaan-investeerders die onze burgers met toestemming van de VVD elke maand kaalplukken. En dan het lef hebben om te zeggen dat vluchtelingen de woningnood veroorzaken. Het is echt gebeurd deze week, tot twee keer toe op tv. De Nederlander betaalt de hoofdprijs voor benzine, voor gas en elektriciteit in Europa. 300.000 kinderen die opgroeien in armoede. Dat komt niet door asielzoekers, maar door het beleid van de VVD. En het waren niet de meest kwetsbare asielzoekers die op basis van racistische selectiemethoden honderdduizenden ouders en kinderen hebben vernederd, kapot gemaakt en gestript van hun waardigheid. Dat was onze Belastingdienst onder leiding van de VVD. En het waren niet de vluchtelingen die Groningers jaren hebben beduveld, bedrogen en belazerd. Dat waren de mannetjes van de VVD. En voorzitter, ze verkondigen doembeelden en leugens over vluchtelingen voor politiek gewin. Het is xenofobe paniekzaaierij in de machtspolitieke strategie van de VVD. Het opkloppen van de aantallen en dat ook het niet rechtsstatelijke en onwettige maatregelen nemen waardoor onze eigen rechter de partijen heeft moeten terugfluiten. Voorzitter, dit debat gaat niet over asielzoekers. Dit debat gaat over het leiderschap van Nederland. Dit gaat over het Nederland van morgen. Het Nederland van over een jaar. Het Nederland van de volgende 10 jaar. En laten we leiderschap tonen met z'n allen. En staan voor een Nederland waarin iedereen zichzelf kan zijn op basis van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid binnen de kaders van de democratische rechtsstaat. En of je ouders nou uit Al-Hoceima of Amsterdam, uit Purmerend of Paramaribo, uit Karaman of Kampen komen, je bent onderdeel van die samenleving. Samen zijn we Nederland en we krijgen, dankzij de keuze van de VVD, een nieuwe start met verkiezingen. En tegen al die mensen die thuis zitten en die afgehaakt zijn, en ik begrijp het, ik kom ze echt heel veel tegen. Die mensen die gewoon niet meer stemmen. We hebben het gezien bij de gemeenteraadsverkiezingen, waar soms wijken zijn waar 10 tot 20% van de mensen juist degene die in de steek zijn gelaten. Tegen al die mensen zou ik willen zeggen, sta op. Ook van u vraag ik leiderschap en ga stemmen voor een ander Nederland. Het is de enige manier om verandering voor elkaar te krijgen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Asserkan. En dan geef ik het woord aan de heer Paternotte.